Hey, Leon, voor het eerst weer lekker minuten gemaakt. Hoe ging het? Ja, ging aardig, vond ik. Is een tijdje geleden inderdaad. Maar voelde wel weer goed en leuk ook vooral. Helemaal pijn en toestand vrij, zeg. Ja, ik heb eindelijk een week goed meegetraind met het team helemaal. En inderdaad zonder echte klachten. Dus ja, gaat de goede kant op. Maar een training met hindernissen, hoorde ik. Hoezo bedoel je precies? Een beetje weinig mensen op de training af en toe. Ja, dat zat niet echt mee. Maar de mensen die er waren, die deden goed mee. En het ging ook aardig goed. En ik denk dat je het resultaat nu ook wel ziet. Hey, je bent echt een pass first spelverdeler eigenlijk, hè, in mijn ogen. Vind je dat zelf ook? En hoe doe je dat tegen een ploeg als Weert? En hoe doe je dat tegen sterke teams? Ja, dat klopt wel inderdaad. Maar ik denk ook dat het team dit team dat gewoon echt nodig heeft. Of het nou tegen goede teams zijn of weer, dat maakt in principe niet zo uit. Je moet gewoon de juiste beslissingen maken en de juiste mensen op de juiste positie krijgen. En dan komt er vanzelf wel wat moois terecht. Nou, vandaag waren er leuke momenten te bewonderen, dacht ik. Ja, zeker. Ik bedoel, het is 40 punten verschil ongeveer. En goed verdedigd, hoge intensiteit. Dus ik hoop dat we het vol kunnen houden. Nou, Jori, niet al te veel minuten, maar toch een paar leuke dingen gedaan in die tijd. Zeker. Wanneer ik kan spelen, laat ik ook het beste zien wat ik kan. Dat is goed gelukt in dit geval. Het was een spektakel. Ja, zeker. Ik vond het mooie energie vooral van het team. En natuurlijk, ook al hebben we niet het meeste publiek hier nu op dit moment, van wat we kunnen hebben, toch nog steeds van het publiek well done. Hoe heb jij de afgelopen periode beleefd? Want er is natuurlijk een hoop gebeurd in die tijd. Ja, heel veel ups en downs. Of meer downs dan ups, helaas. Alleen, ja, zoals het nu gaat, gaan we steeds meer stappen maken. En ik hoop dat we het vast kunnen houden. Nu hebben we het over het eerste team, maar jij speelt natuurlijk ook nog bij U21. Ja. Hoe gaat dat? Ik bedoel, je staat daar bovenaan, geloof ik? Ja, we staan gedeelde eerste, volgens mij, een beetje samen met Apollo. Morgen weer wedstrijd. We moeten even de win pakken. En. Je mag morgen gewoon weer vol aan de bak. Zeker, morgen weer. Elke dag weer een nieuwe dag. Blijf doorgaan. Hey, maar serieus, hoe gaat het bij dat team? Prestaties zijn zoals je gewild had, verwacht had? Ik zou nog wat meer kunnen doen dan wat ik nu doe. Iets meer een leidende rol pakken. Maar ook daar pak ik een grote stap in. It's nice to see someone flying through Martini Plaza again. It's great to be flying back through. It's what I like to do. It gets the fans going, kind of gets our team more energy. So that's something that I can bring to the team. Well, you see it nicely, I think. Yeah, I think so. There will be more to come, for sure. Did you get anything of what happened here at the start of the season? Yeah, I followed them the last couple of years. So I followed them mainly through FIBA Euro Cup. That's how I was able to watch most of the games, just on YouTube and stuff. And yeah, I've just always kept up with my former teams. So it was good to finally be back on the court and not just in the stands watching. You've been playing in Germany and Sweden, right? Correct. Tell us about that. Yeah, after here, I went over to Vesta, and we won the Pro A championship and moved them up to BBL, and they're doing very well now. Champions League, I think? Yes, Champions League. One of the top teams in their groups as well. Pedro is doing a great job with that team. Still know a couple guys, so still follow them pretty close. And then, then I headed up to Sweden. Had played for two different teams up there, and then made a transfer down here back to Holland. So I'm glad to be back. Did you know anything apart from Jason, of course? But did you know any of the players? Nope, just Jason. So I knew the coach. I knew the situation, what I was going into. So I was very comfortable. And then just the team. That's you get to know the guys the more that you play with them. So. That wasn't really a big deal for me not knowing anyone because that's what's going to happen if you change teams anyway. So I do know Jason, so that was cool to at least know a friendly face. And then it's been nice getting to know the guys this last week. And the plays are still the same? Yeah, pretty similar. So it's all coming back to mind. It showed on the field. Thank you. Erik Braal, prima overwinning, neem ik aan, tegen Weert. Tevreden? Ja, eigenlijk wel. Want we speelden lekker door de hele wedstrijd. Er zat goede energie in. Verdedigend was het eigenlijk voor 40 minuten goed.
Een paar kleine foutjes, maar was duidelijk wie of wat er gebeurde, wat fout ging. Maar in totaal vond ik vooral dat we leuke aanvallend leuk bleven doorspelen. En dat was een beetje, nou, dat wilde ik graag. Drie blessuregevallen aan de zijkant, maar je vertelde net in de persconferentie dat er deze week nog zoveel waren dat je bijna een veldhospitaal moest opbouwen hier. Wat was er wel niet aan de hand? Ja, ik stond op een gegeven moment, dinsdag en woensdag stonden we met 6 mensen te trainen. Inclusief de jeugdspelers? Inclusief de jeugdspelers. Dus er waren 3 jeugdspelers bij en de rest had, Shane was ziek. Character had last van zijn kuit. Vernon had last van Lies en dat heeft hij nog steeds. Jason en Donte waren er natuurlijk sowieso niet bij. Is dat dan toeval dat er in zo'n week als dit zoveel blessures zijn? Vragen wij ons ook af natuurlijk, ja. Misschien dat er wel een beetje zo van, ja, misschien een klein beetje gas terug wordt genomen of zo. Maar ja, goed, aan ziekte kun je niks doen. Dat heerst gewoon. Ik ben zelf ook verkouden. Ja, goed. Dus ja, dat is allemaal bij elkaar. Komt allemaal net niet gelukkig uit. Maar ik vond wel, in de jongens die er waren, die trainden echt goed. Dus grote complimenten voor hun. Want ik had ook een beetje het idee dat alles wat we vandaag van de week op de training hebben gedaan, dat kwam toch terug in de wedstrijden. En ik vond bijvoorbeeld Matt Williams, kijk, daar heeft niemand het over. Maar Matt Williams vond ik echt een stuk beter spelen dan de andere wedstrijden. Ik wou er net over beginnen, over Matt Williams. Gelukkig. Nee, gelukkig, want ik vond hem echt, had echt goede bijdrage. Was geen weinig schoten aan het forceren. En was aan het zorgen dat, was de verdediging aan het lezen. Had een paar goede assists. En ik denk voor ons als team om beter te worden. En om een volgende stap te gaan maken in ons niveau ook. Ja, hebben we ook gewoon zo'n speler erbij nodig die weer betere beslissingen maakt. En dat was grote complimenten. Dan zien we hier naast ons meteen ook dat die nieuwe speler even weer geïnterviewd wordt nu door de regionale omroep. Drew Smith. Is dan weer lekker om dat te zien weer, hè? Ja, Drew heeft ook weer die hele week goed mee kunnen trainen. En weliswaar met een klein groepje, maar hij was er wel bij. En dan kun je natuurlijk wel extra veel aandacht hebben voor een hele hoop kleine details die er dan moeten komen. Maar we kennen Drew natuurlijk. Waardeer sowieso als mens een prima gast om bij de groep te hebben. Heel sociaal iemand. Een goede basketballer gewoon. Veel snelheid in het team weer. Lekker om atleet ook weer erbij te hebben die lekker boven de ring speelt. Een paar blokshots, mooie dunks en vooral, en heel belangrijk voor onze aanval ook, iemand die echt goed kan pasen. Nou, ik zou je zeggen, beterschap voor het team, maar ook voor jezelf. Ik hoor, je bent nogal snotterig, maar volgende week Den Helder. Ja, dankjewel.